Ik werk voor de dienst cultuur van de gemeente Schaarbeek en we staan hier vandaag in de brasserie De La Mule. We hebben een aantal jaar geleden een popraad gedaan en eigenlijk was er na die popraad zo'n gevoel van ja, we hebben hier nu wel van alles, maar wat gaan we daar nu mee doen? En dus een aantal jaar later, dat heeft wat gebroed, dat heeft wat kunnen rijpen, is er nu ineens Muziek 1030. Muziek 1030 is een overkoepelende naam voor het lokale muziekbeleid in Schaarbeek. Wij hadden het idee om een Spotify-lijst op te starten van Schaarbekenaren. Die lijst is natuurlijk veel meer dan alleen maar een lijstje waar je soms naar kan luisteren. Voor ons, de cultuurdienst, is dat eigenlijk een databank geworden waaruit wij gaan boeken. Dus de sportdienst bijvoorbeeld wil iets organiseren, dan zeggen wij, hey, vergeet niet, onze lijst bestaat. Maar ook een wijkcomité wil iets organiseren, dan zeggen wij, hey, vergeet niet, Muziek 1030 bestaat. Hoe staat het daarmee vandaag? Die is helemaal nog niet af, dat is een organisch gegeven. Dus wij zitten aan ongeveer 80 à 90 profielen op onze website. Ongeveer 50 Spotify-nummers en ongeveer 70 YouTube-nummers op onze lijst. Dus dat moet echt nog heel veel groeien. Daarnaast kwam er ineens een muzikant uit Schaarbeek met het idee om concerten te organiseren in cafés door de caféhouders met steun van de gemeente. Wat is de saus dat de gemeente daarop heeft gelegd? Dat wij willen dat dat project doorgang vindt bij zoveel mogelijk gemeenschappen binnen Schaarbeek. Zoveel mogelijk mensen moeten er van dat project kunnen genieten. En daarom gaan wij ook rond in alle cafés van Schaarbeek. We hebben een lijst gemaakt met een verdeling van naam per naam. Gaan wij met papiertjes van het project rond en leggen wij het project uit, zodat we zoveel mogelijk mensen meekrijgen. De gemeente betaalt €90 per muzikant en het café moet verplicht minstens €30 per muzikant bijleggen. Dus dat wil zeggen dat elke muzikant minimum €120 betaald is bij een Muziek 1030 paarconcert. Er zijn 80 concerten geweest ongeveer tot nu toe, 250 muzikanten uitbetaald en er is ongeveer €25.000 gegaan naar de uitbetaling van muzikanten in de gemeente Schaarbeek. Vraiment, c'est vraiment un très chouette projet de la part de la commune de Schaarbeek parce que ça permet à des petits bars comme nous qui venons de naître entre guillemets de programmer des musiciens qui nous auraient été inaccessibles du fait que les cachets sont quand même assez conséquents. On n'a pas envie de voler les artistes non plus. Donc c'est vraiment une très chouette initiative. Ils mettent 80% du cachet. Nous, on s'engage à mettre les 20% restants. Ça fait un cumul, ça fait vraiment quelque chose de chouette. Tout le monde travaille à un juste prix. C'est un bon échange, c'est vraiment très agréable. C'est une très belle initiative. De meeste bands komen eigenlijk met hun eigen PA. Dus wat het café moet doen, is zorgen voor een heel goede ontvangst. Want een muzikant die lekker gegeten heeft, speelt gewoon beter. Communicatie en that's it. L'administratif qu'il y a derrière, il est vraiment assez facile à faire, donc il y a vraiment une fiche technique sur internet, on remplit la date, le nom des artistes et compagnie. En général, on est toujours payé avant, donc ça nous permet de pas avoir de problème de trésorerie, donc c'est vraiment un super bel échange, c'est vraiment très très chouette et c'est assez facile à prendre en main. Le public self, ja, er is gewoon veel meer te doen in Schaarbeek. Wat dat wij eigenlijk hopen is dat op den duur verschillende gemeentes in Brussel zullen merken van voor live muziek, ik weet niet wat ik moet doen deze avond, ik ga gewoon naar Schaarbeek, daar zal wel een live concertje zijn, ergens in een café. Wij hebben een cultuurbeleidsplan en dat loopt door 5 jaar, dus het gaat 2025. De bedoeling is om in die 5 jaar een lokaal muziekbeleid uit te bouwen. En wat is daarvan het doel? Dat muzikanten zich vereenzelvigen met Muziek 1030 en dat een muzikant zich in Schaarbeek ondersteund voelt. Dat gaan we niet alleen kunnen doen door een playlist en door Muziek 1030 Bar. Daarvoor moeten we nog veel meer doen. Dus wij willen heel graag in 2023 terug een groter participatief moment organiseren waar we kunnen luisteren naar de noden, maar waar we ook echt daar iets kunnen tegenover zetten. Gewoon al het feit dat wij een project hebben gelanceerd rond muziek, en er zoveel reactie is gekomen, zowel van organisatoren, dus cafés in dit geval, als van muzikanten, bewijst dat Schaarbeek absoluut een muziekgemeente is. Ja.